We gaan 3 technieken verkennen om beter naar de verschillende boodschappen van onze emoties te luisteren. Als eerste, benoem je emoties. Kijk eens naar het emotiewiel. Het valt je misschien op dat we onze gevoelens vaak beschrijven met de termen uit de binnenste cirkel. Verdrietig, boos, bang, blij. Maar het wiel laat een breder spectrum van emoties zien. Stel je voor dat je ruzie hebt met een vriend. Je kunt dan zeggen dat je boos bent, maar is dat je enige emotie? Zou het kunnen dat je misschien ook een mix van frustratie, pijn of zelfs afwijzing voelt? Het toekennen van specifieke namen aan je emoties helpt om ze beter te begrijpen. Meet daarna de intensiteit. Ga na hoe sterk je emotie is. Hoe intens is die boosheid op een schaal van 0 tot 10? Ben je iemand die meer visueel is ingesteld? Bekijk het dan als een thermometer. Is je woede een beetje aan het sudderen? Kookt het over? Lokaliseer dan waar in je lichaam het zich bevindt. Zoals we hebben geleerd, roept elke emotie ook een fysiologische reactie op. Dus ga na. Hoe is je ademhaling? Is er misschien een beklemd gevoel op je borst of misschien in je keel? Je emoties leren herkennen en erkennen is niet altijd even makkelijk. Maar als je er beter mee wilt omgaan, is het wel belangrijk om bekend te raken met de emoties die je vaak ervaart. In de volgende les ontdek je welke strategieën er zijn om met intense en overweldigende emoties om te gaan.